ik ga naar Schiphol Airport voor de opnames van... Je raadt het misschien al, december, dus all you need is love. Even op zijn handje terug. Goedemorgen allemaal. Ik ben echt net wakker, de wekker ging af. En het is vandaag een hele leuke, bijzondere dag. Ik ga me nu namelijk klaarmaken en mijn uniform aandoen. En wat ik ga doen, ga ik jullie zo zeggen. Zo, en nu denken jullie, ze heeft de uniform aan, dus ze zal wel gaan vliegen. Maar nee, dat ga ik dus niet doen. Ik ga naar Schiphol Airport voor de opnames van... Je raadt het misschien al, december, dus all you need is love. Ik ga de welbekende stewardess dan doen. Dus ik ben me even helemaal fris en fruit gaan maken. Make-up heel wat netjes. En dan ga ik eventjes richting Rotterdam Airport. Want daar verzamel ik met twee vriendinnetjes. En vanaf daar rij ik door naar Schiphol Airport. En dan wordt het wachten op Robert de Brink. Oh, ik ben best wel enthousiast. Het lijkt me zo leuk om hem een keer tegen te komen. Want ja, hij is toch wel het icoon van de kerstmaand. En ja, het samenbrengen van geliefden. Dus ik heb er helemaal zin in. En ik neem jullie mee op deze dag. Tegen het eind van het jaar. Dagen even, we hebben dit ongeveer in 2024, als ik het goed heb. Ja, ja, mensen, de jaren gaan snel. Dus eigenlijk is dit een soort oudejaars laatste vlucht voor mij. En dan, ik mag meteen even af ophalen. Het is er wat, hè. Ik word wel bezig. Ik heb hier nog wel. Dank u wel. Apart tegenwoordig, het drinken. Ja, dat ding kan. De overval van mijn dikhoofd. Ja, dat weet ik wel hoor. Ik ga nog even verder. Ik ga even af en ophalen. Dat komt helemaal goed. Later. We zijn aangekomen op de parkeerplaats van Schiphol. We gaan nu de bus pakken en op richting Schiphol Airport. En we gaan even het make-up bijwerken hoor. Zo, we zijn inmiddels op Schiphol aangekomen. We zijn ietsje te vroeg. Dus we zien de kerstman, dus we gaan ook even met de kerstman op de foto. We zijn ook zo volwassen. Kijk dan, dit is toch te gezellig. We doen nog even de finishing touch voordat we dadelijk op tv komen en een dansje gaan doen. Make-up goed, haar netjes, dus wij zijn ready. We zijn onderweg naar Tenerife en het grappige is, we zijn een van de laatste vluchten van het jaar. We lopen tegen het eind van het jaar aan en dan zijn er toch altijd weer hele leuke speciale dingen die gebeuren aan boord. Want ik was met de service bezig met mijn lieve collega en dat is dit Janneke. Hallo Janneke, zeg maar hallo mensen. Hallo mensen. En dat is haar kleinzoon, Kevin. En die gaat iets heel leuks doen op Tenerife, toch? Er is iets speciaals aan de hand. Zeker. En Kevin, ga jij dat nou vertellen? Nou, mijn oma is 60 jaar groot. 60? Ja, 60. Ja, zeker. Wow. Je bent al 60 jaar samen. En het gaat al die jaren zo goed. Hij heeft het zo lang volgehouden met mij. Of u met hem. Of ik met hem. Ja, dat kan allebei de kanten. Heeft u nog een nieuwjaarsboodschap voor de mensen? Ja. Ik wens allemaal een heel gezonde 2024. Heel veel gezondheid. En dat u ook een van mooie jaren mag hebben. En dat ik ook met een gezinnetje nog een jaar mag hebben. Ja. Mag genieten. Nou, happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Volop gezelligheid, KLM staat er toe, hier staat er Transavia, staat er de beveiliging, staat er. Kijk wat een gezelligheid. Hey! Hey! Hebben we er zin in? Hey! Oké, stiekem een tank tussen de dansen in. Kijk, iedereen staat, kijk wat een gezelligheid. We gaan voor de laatste ronde. Video maken. Merry Christmas! Woo! Sees you when you're away.
laatste dagen van het jaar. We zijn altijd een beetje wat, ja, waar iedereen een beetje nadenkt over wat er in het jaar gebeurt. Dus de mooie dingen, de minder mooie dingen. Wat we willen volgend jaar, wat we niet meer willen. Onze goede voornemens natuurlijk. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik kan niet meer zeggen dan, ik wens jullie allemaal een fijne jaarwisseling. Maak er wat moois van, wees lief voor elkaar en dan wordt de wereld vanzelf een stukje beter. Zo, inmiddels ook weer thuis van de All You Need Is Love dans. En ik kwam thuis en er stond een pakketje te wachten en ik wist toevallig dat een collegaatje wat had opgestuurd voor de voedselpakketten. Dus ik ga het met jullie even uitpakken. Ik ben echt nieuwsgierig wat erin zit. Het is best een grote doos, dus ik denk dat er heel veel in zit. Nou, dit is ook natuurlijk bezigheidstherapie. Nou, voor de kijkers thuis, doe dit zeker thuis niet na. Ik en dingen uitpakken, je ziet het. Geen succes, dus je kan al raden hoe dat met mijn kerstcadeaus gaat. Nou, we gaan eerst eventjes in de kaart kijken. Kijk nou, een soort kerstkaart. Een kerstmannetje erop. Merry Christmas en een Happy New Year. Hopelijk ontmoet ik je snel aan boord. Liefst Kimberly. Oh, super lief. Dat is een collegaatje die gaat beginnen bij ons. Binnenkort, dus ja, ik hoop ook binnenkort een keer met te vliegen. Er zit er nog iets bij, dus goed. Wat zou het zijn? Ah, een geluksarmbandje. Oké, okay, dit is echt te schattig. Kijk nou, een soort klavertje 4. Nou, dat is echt mega lief. Nou, die collega heeft al bonuspunten gescoord. Oké, maar nu waarvoor we eigenlijk gingen filmen natuurlijk. Het eten. Oké, keileuk. Ook nog kersthuisjes. Tukkies. Nou ja, tukkies altijd goed. Die lekkere choco-wafels. Nog meer wafelachtige dingen. Pasta, ook nog eens pasta. Nou. Eten zat weer. Nou, fantastisch. Dit ga ik weer verdelen over alle pakketten. Kijk dan hoeveel dit is. Dat heeft ze gewoon met de post verstuurd. Geweldig. Onderweg naar het Rebellia en niks is leuker om de kersttijd natuurlijk om spulletjes uit te delen. Vandaag gaan wij op de club met Rebellia met allemaal hele lieve Spaanse mensen. Gaan wij zo even dus leuke kerstkoekjes uitdelen. En ik ben even een beetje aan het kijken hoe ik het neer ga zetten. Dan ook zo, zo, zo. En dan heb ik nog een leuk slingertje erbij. Dan gaan wij zo die dingetjes uitserveren en kijken hoe de mensen erop reageren. Spannend! Zo, Merry Christmas allemaal! Merry Christmas! Hallo! Zo, onderweg naar Amsterdam met al veel mensen aan boord. Iets minder als op de heenweg. Op de heenweg hadden we 186, nu iets van 145. We zijn bijna door het jaar heen. Ik wens iedereen hele fijne feestdagen. Natuurlijk een voorspoedig en geweldig nieuw jaar. Dat al uw wensen maar uit mogen komen. En vlieg vooral heel vaak met Transavia. En vanaf volgend jaar, 5 januari, vliegt onze eerste Airbus. En dan komt u mij waarschijnlijk ook tegen, want ik word er ook voor opgeleid. Dus ik ben een van de eerste. En dan krijg ik spannend door de grote toestel waar veel meer passagiers op kunnen. En we shall see. Hey, hele fijne dagen. Happy New Year. En tot de volgende keer maar weer. Hey, ik ben Charissa en ik wens iedereen heel veel mooie reizen in 2027. Oké, okay, Happy New Year. Beste kijkers, dan wens ik jullie bij deze fijne feestdagen een gelukkig 2024. En dat je in 2024 maar al je dromen mag waarmaken met alle geliefden om je heen. En ik hoop dat jullie ook veel reisjes gaan maken. Dus wellicht zie ik jullie volgend jaar wel bij mij aan boord. Doei doei!